my god, mensen. Vandaag is het woensdag. Donderdag. Is het donderdag al? Ja, donderdag. Ja. Dus zeggen we... Goedemorgen, deze morgen. Mijn naam is Woppa. Nieuwe dag, nieuwe vlog. Ja, we zijn dus nog altijd in Mallorca. Het zonnetje is aan het opkomen. Voilà. Die kant is het al heel de nacht aan het bliksemen. Want vannacht ben ik hier opgestaan en het was al mega bliksemtoestand. Wel geen donder. Eigenlijk geen donder. Hè? Veel bliksem, maar geen donder. Maar bij dat in bliksem, dat je zodanig veel uitzicht hebt, dat die bliksem mega ver zit. Dat word ik. Ja. Wat gaan we vandaag doen? Vandaag gaan Anouk en ik een keer alleen weg. Dus mijn ouders gaan hier blijven. Gisteren zijn ze mega veel gewandeld. Hey, wij ook, maar we zullen gaan vandaag een keer een beetje rusten. Of ze gaan hier misschien lokaal een beetje rondlopen. Maar wij gaan terug naar La Palma gaan. En wij gaan een Arabisch kasteel of zo bezoeken. En misschien nog andere dingen, ik weet het niet. Het zal wel eens weer plezant worden. Maar we gaan ons eerst weer een beetje wassen en douchen. Wassen en douchen. Ja, oké. Okay. Dan gaan we ons eerst een beetje douchen en dan gaan we eerst gaan ontbijten en dan gaan we een taxi pakken. En we zijn ermee weg. Het is nog altijd klote dat ik geen iPhone heb. Ik ben echt meent aan het afkicken. Dat is zo ambetant. Het is niet normaal wat dat doet. Dat je dat niet in je handen kunt nemen en dat je niks kunt opzoeken. En, allez, natuurlijk, Anouk heeft daar een telefoon wel, dus we kunnen wel dingen opzoeken. Maar toch is het mega ambetant. Dus dat wil zeggen, vandaag ga ik uw telefoonnummer en mijn ouders ook een telefoonnummer een keer opschrijven. Gewoon een bladje in mijn portefeuille steken. Moest ik al er kwijt zijn dat ik iemand zijn telefoon kan vragen, mag ik een keer bellen, dit of dat. Maar ja, hey, als je zonder telefoon bent, dat is wel ambetant. En nu gaan de mensen zeggen, oh ja, vroeger gebruikten ze ook geen telefoon. Ja, maar vroeger was vroeger. En nu is het nu. Dus ja, goed, allez, het wordt terug een hele leuke dag. Let's go. Yo. Zo. Wat ging ik nu eigenlijk zeggen? Sowieso. Laat maar. Dus ja, we hebben gedaan met ontbijten. En er is echt iets de max gebeurd. We zitten te eten. In één keer komt die madame af van de receptie. Bam, mijn gsm terug. Dus blijkbaar is hier vannacht nog gebeld en gedaan naar de taxibedrijf. En ze van alles nog gedaan voor mijn taxi te kunnen opsporen. Voor mijn iPhone te kunnen opsporen. En ze hebben hem dus teruggevonden. Vanmorgen is die taxichauffeur teruggekomen met mijn iPhone. Ik ben zo content, echt waar. Ik moest echt bij een huil van geluk. Ten eerste, dat kost ik weet niet hoeveel geld. Ten tweede, het is gewoon mega ambetant omdat alles staat erop. Uw bank en uw foto's en filmpjes en alles gegevens, alles staat erop. Ik ben zo gelukkig, niet normaal. Haha, hoera. Goed, oké. Okay. We gaan sowieso straks gaan we iets kopen voor die madame die aan de receptie zat, want dat is gewoon de max. Dus oké, we gaan nu vertrekken terug richting La Palma. We gaan waarschijnlijk eerst een Arabisch kasteel gaan bezoeken. En dan daarachter gaan we de andere kant van La Palma een keer gaan bekijken. En ja, we gaan wel zien waar dat uitkomt. We zijn al sinds een hele dag weg. Let's go, yo!
zijn hier in het kasteel. Eigenlijk is het geen kasteel, het is meer een paleis. Oh. Oei, dat was een scheetje. Ja, sorry. dus ja, het is eigenlijk een paleis. Maar like dat Anouk dat juist zegt tegen mij, toch zot, hoe dat ze dat vroeger allemaal gemaakt hebben. En ook, hey, zonder elektriek, zonder kraan, oké, kraan wel, maar kraan dan ze zelf, met touwen en weet ik veel allemaal. Nu is het al elektrisch met wifi. Maar ja, ze zijn dat hier allemaal gemaakt zonder machinerie, allee, op elektriek. Dat is toch zot? Voilà. Dat was mijn inkijk op het paleis. Een beetje verder, hè. Dat is cool. Het paleis is bezocht. Het paleis is bezocht. Want, straks gaan we weg met de, hoe noemt dat? Hop-on, hop-off bus. Zo'n meest toeristisch gedoe dat er bestaat. En nu gaan we eerst nog een croissantje eten met asperkaas, salade en tomaat. En zij een soort van ja, boterham met salade en tomaat en kaas en asper. Ik nog met een vers fruitsapje en we zitten hier nu in de Enco, hier dicht bij de kathedraal. En voilà, we gaan dat hier opeten en dan gaan we op ons gemakske naar de bus. Smakelijk. Smak het? Mm-hmm. Ja? Nou, ik ben blij voor u. Hallo, ik ben bijna. Ik heb eigenlijk nog nooit in mijn leven een croissant gegeten met asperkaas en salade en tomaat. En dat later wij. Dit is hier van West-Vlaanderen, nee. Mensen. Mensen zeggen. Ah, zeggen we mensen? Wat zei je toen? Mensen. Maar niet mensen. Mensen van de zier. Mensen is van de zier. Ah ja, mijn mond toe eten, hè? Ja, ik doe het. Ik kwam met mijn mond toe. Jawel, jongen. Mag je dat weer niet zeggen omdat die vlog aan staat voor mij weer belachelijk te maken? Nou. Allee, ik ga je. Let's go. Hey. Voilà die mensen, we zijn vertrokken op de bus. Lijkt echt een toerist. Kijk. Voilà zie. Hup, selfies en al. Hupla. Komt de morgen op. Allee, hup. We hebben het juist ook gedaan. Selfie live. Juist dat. Goed. Allee, we zijn vertrokken. Hè. Dus het was 18 euro voor ons. Per persoon, ja. 36 euro. En nu zien we, gaan we heel de stad zien. Dus ideaal. Je zit neer. Je zit op je gemak. En je ziet alles. Voilà. Hoi. Ja mensen, we zijn hier ondertussen al een beetje weg. Oh, ik ben een beetje vuil. Een beetje
we zijn al een tijdje weg van die bus. Maar we zijn lekker aan het kijken voor iets te eten. En al verschillende... we zijn aan het kijken voor food. Maar een beetje betaalbaar food. We hebben er al van alles gezien. Maar het is allemaal, ik weet niet hoe dieren. En hoeveel, ik weet niet hoe lang wachten. Dat is ook zo aan de kant. Maar we zijn iets aan het zoeken dat te doen is. Een beetje van prijs, dus een beetje lokale toestand. Niet van die grote, chique, tralala. Maar vanavond eten we toch weer totaal dus. Oké, we gaan een keer kijken wat we hier kunnen vinden. In dit etablissement. Juist? Ja. Voilà, we hebben hier een lokale diner gevonden bij de Indische, lokale bevolking in Spanje, in Mallorca. Nee, we zitten dus in een Indisch restaurant, voilà. We hebben al besteld, we zitten hier helemaal alleen, maar de juiste de Hard Rock Café was zo druk, zo bevang, zo pff, ik veel. En ik had er echt geen goesting in. En hier zitten we gewoon op ons gemak alleen. Is het lekker? Ik weet het niet. Is het goed? Ik weet het ook niet. We gaan het wel zien. Ja, lekker. Dat is alles lekker. Hier hebben we een droge pankoek. Nee, dat is zo van... Hoe noemt dat nu weer? Ik heb het zo op de kaart gezien. Ah, weet het niet. Ah, ja. Ah, heel pikant, hè? Heel pikant? Ja. Oh, goed, allee, we gaan hier een beetje eten. Die zijn lekker, hè? Meer pikant? Ja. Oké, ik ga proeven. Je moet gewoon een klein hoekje. Oké, ik ga proeven. Pikant, hè? Maar wel lekker, hè? Ja, lekker zegt ze. Wat lekker? Mm-hmm. Dat vind ik ook. Dat is ook lekker. Het is een little bit spicy. Ja, goed. Allee, we gaan eten. Let's go. Dat was niet normaal lekker Indisch eten. Niet normaal. Beste Indisch eten dat ik ooit al gegeten heb. 35 euro hebben betaald voor een minuutje met drank erin. Perfect gewoon. Nu gaan we gewoon een beetje verder wandelen. Moet je massage aan? Kijk, het is hier een Chinese massage. Ja. En nu gaan we rechtdoor. Ik weet niet waar we gaan uitkomen. Maar hey, we gaan het wel zien, hè. Let's go. We gingen normaal nog een heel stuk wandelen, maar we zitten zodanig vol gegeten dat we gewoon lui zijn. En dat we de taxi pakken. Voilà. Zo simpel is het. Oh, we kunnen winnen, man. Dus ja, taxi. Goed, we gaan thuiskomen. Thuiskomen, aan het hotel. En toch gaan we meestal nog een keer naar de supermarkt achter scheerschuim. Want ik moet mij scheren. Ja, ten nodig. Anders stek ik te veel voor Noki. Ja. Goed, allee, let's go. Voilà, zie mensen. En ondertussen is het eigenlijk al bijna 10 uur. En we hebben ondertussen ook al gegeten en een beetje gelegen op ons bedje. En weet je, een beetje gechilled. En nu gaan we de vlog hier afsluiten, want wij gaan zometeen aan ons bedje kruipen. We zijn een beetje moe van heel de dag weg te zijn. En morgen is het een chill dagje. Morgen zal het
strand zijn, maar morgen spreekt ze heel schoon weer. Allee, we hebben eigenlijk al heel de tijd goed weer gehad, behalve vanmiddag was het juist één keer dat het aan het regenen was. Maar morgen gaan we een keer naar een ander strandje gaan daar, een keer gaan verkennen. En daar gaan we ons waarschijnlijk een beetje leggen en een beetje goed chillen en rusten. Weet ik, kijk veel allemaal, we gaan het wel allemaal zien, hè, mensen. En tot morgenavond gaan we wel een keer in de straatjes daar. Daar ongeveer, weet ik veel, gaan we dan een keer, want daar zijn er allemaal terrasjes en al. Dat gaan we wel een keer doen. Dus morgen is het eerst chill, met de bijl, en dan loeien met de koeien. Gaan dansen. Gaan dansen, nee. Ik zit al weer met mijn ma en pa. Ja, heel veel dansen. Ik ga er wel mee gaan. Ja, mijn ma zou je ook wel mee gaan. Ja, maar ik ga niet dansen. Ja, maar ik moet bij dat ik ga dansen misschien. Ik zie me al staan. Mojito of 2 binnen. Party! Zijn weg. Ja, ja. Een mojito of 2 binnen. Is die weg? Dan ben ik weg. Anouk, 7 dialecten. Hè? Oost-Vlaams, West-Vlaams. Ja, dat is het. Amai, ja. Wat? Dat is van in West-Vlaanderen. En waar ik hem opgegroeid is. En in Gent is Holland te zijn. Daarvan. Worden hem opgeroeid te zien en van Oost-Vlaanderen op school te zetten. Dat worry. Ah, dat worry. Goed, allee, call the lot. Salutjes allemaal, tot morgen. Yo, yo, yo.